Wil hij ook het kleed nog hebben? Nou, waarom wil hij dat kleed? Het heeft sentimentele waarde voor hem, zegt hij. Hoe kan een kleed nou sentimentele waarde hebben? Voor hem wel. Ja, hij is er vaak genoeg over gestruikeld met zijn zatte kop. Nee, maar dat is het niet hoor. Hij zegt dat zijn moeder het voor ons gekocht heeft. Ja, de antislipplaag. De rest heb ik zelf betaald en daarom hou ik hier de wacht. Maar we zouden uitgaan vanavond. Ah, Pam. Dat thuis zitten. Je moet je huis eens uit. Je moet er eens uit. Het is niet. Het is ongezond om de hele tijd thuis te zitten. Toen ik binnenkwam, toen zat jij tegen jezelf te praten. Och, helemaal niet. Jawel, je wordt echt een beetje. Maar ik word liever een beetje dan dat ik me door hem laat kisten. Wat bedoel je? Ik ga niet naar een café voor alleenstaanden. Het woord alleen al. Maar waarom niet? Omdat er alleen maar kneuzen komen, daarom. Wij zijn toch geen kneuzen? Nee, want wij gaan niet. Het is net nieuw. En je kunt er ook dansen. Het kost maar 5 gulden entree. Dat is minder dan de stookkosten hier. En dan zitten we in ieder geval lekker warm. Nou, je wordt vanzelf wel warm als je achterna gezeten wordt door een of andere kneus op basketbalschoenen. Nou, Pamela, daar komen heus geen mensen op gympies. Dat zijn allemaal hele aardige, nette mensen daar. Vorige week waren er zelfs een paar makelaars. Nou, wat valt er te lachen? Jij hebt het Kees nooit vergeven, dat hij vrachtwagenchauffeur was. Dat is helemaal niet waar. Alleen, hij zei altijd dat hij de eigenaar was van die vrachtauto. Meer wist ik niet. Was gewoon te goed gelovig, dat is alles. Maar zo ben ik al lang niet meer. Ik ga nu een heel ander leven leiden. Ik wil gewoon iemand vinden die waar je op kan rekenen. Een man die rijper is. Nou, en dan zit je daar goed, hoor. Nou, Pamela, liever het liefje van een oude bok dan de slavin van een jonge Romeo. Die fout maak ik nooit meer. Karin, wij hebben maar 1 fout gemaakt en dat is ja, ik wil zeggen. Oh? En waarom draag jij dan nog steeds je ring? Ik krijg een beter stuk vlees bij de slager. Jij wil dat de mensen nog steeds denken dat je getrouwd bent, hè? Ik heb niks tegen trouwen. Ik kan alleen niet tegen de werkuren. En tegen hem? Dat weet jij nog niet. Wat? Wat? Hij heeft een vriendin. Oh, dat weet ik. Ik heb haar gezien. En je zegt mij niks? Hoe ziet ze eruit? Ik hoorde vreselijk. Een kop als een kolenkit. Nou, dat zou ik niet zeggen. Nee? Nee, ze is best aantrekkelijk. Aantrekkelijk? Weet je dat wel zeker? Hoe flikt hij dat nou? Bedwelmt hij ze met chloroform of zo? Hij heeft jou toch ook niet bedwelmd? Deden ze een beetje innig? Ze vulden samen een boodschappenwagentje bij de supermarkt. Zo innig. Nou, die laat er geen gras over groeien. Ik dacht eigenlijk dat hij er nog van vroeger kende. Van vroeger? Vroeger dan wat? Bedoel je van voor die, voordat hij bij mij wegging? Ja. Waarom zegt niemand me iets? Iemand moet het toch geweten hebben? Jij wist het. En niks tegen je beste vriendin zeggen, hè? Nee, hoor. Ik dacht dat hij het jezelf zou vertellen. Echt waar, Pam, dat dacht ik. Valskring. Maar zei hij dan niets toen hij wegging? Hij zei dat er dingen waren die hij wilde gaan doen, wat op zich al vreemd was, want normaal gesproken was hij te lui om voor de duvel te dansen. Zeker als ik het voorstelde. Hij neemt hem mee naar Benidorm. Benidorm? Ik kwam niet verder dan Zandvoort. Hij had zo'n vliegangst, hij durfde niet eens de Schipholtunnel in. Maar die schijnt hij dan goed doorheen te zijn. Ja. Ga je mee of niet? Dus ze zag er goed uit? Ja. Ik kom eraan. Ja, maar wachten we nou op? Ja, ik heb mijn glas nog niet leeg. Een uur is te lang hoor, Wim. Hey, wat drink je dan? Colaatje Tik. Tik? Ja, nou in. Ik heb je moeder nog zo beloofd dat ik op je zou letten, hè. Je had thuis ook al het nodig op. Nou, niks aan de hand hoor. Nou, je zag gisteravond ook zo blauw als een tientje. Hoe kom je daar nou bij? Dat zei jouw moeder. Ah, wat een ouwe hoer, zeg. Oh, Wim, zo praat je toch niet over je moeder? Ik zou niet weten waarom niet. Nou, zij is je beste vriend. Zo praat je niet over je moeder. Ik heb het niet over mijn moeder, ik heb het over jouw moeder. Ze is ongerust. Ze zei dat je vannacht midden op straat lag te huilen. Ik huilde absoluut niet. Ik mag nog blij zijn dat er geen nachtbus rijdt. Kan me niks schelen hoor. Nee. We denken helemaal niet aan die arme oude buschauffeur die daar over je heen hobbelt en dat zijn hele verdere leven met zich meedraagt. Ach, Jacques.
Nou, wat ze mij allemaal hebben aangedaan. Ja, ik wil er niks meer over horen. Ja, ja, ja. Jij hebt makkelijk praten. Maar jij bent nooit getrouwd geweest. Oh, oh, oh. Ik ken heus wel liefdesverdriet, hoor. Herinner jij je Steffi? Stefanie? Ja, jongen. Het geld dat ik aan die vrouw heb uitgegeven. De plannen die ik met haar maakte. Ben ik ingestort toen Steffi bij de Bachman ging? Hè? Je moet dat allemaal achter je laten, goede vriend. Vrijheid, blijheid. Nog niet, ja. Nog niet. Ik ben nog niet gescheiden. Ja, dat maakt toch niks uit? Je bent niet de enige hier. Zijn al die mensen hier uit elkaar? Ja, vanavond wel. Sjaakje. Jij gaat mij toch niet wijsmaken dat hier getrouwde mannen rondlopen? Ja? Zo zouden ze toch moeten castreren? Ik ken jouw ideeën over castratie hier, Wim. Publiekelijk. Niet hier, Wim. Maar het was wel een getrouwde man die mij dit allemaal aandeed, Sjaak. Dat zou ik ook niet te hard roepen. En heb het ook vooral niet over je kinderen, ja? Drie kinderen heb ik, Sjaak. Ik heb drie kinderen. Wat zei ik nou? Welke vrouw doet nou zoiets? Welke vrouw laat drie kinderen bij je achter op het schamele loon van een brancardier? Oh, dat zou ik helemaal niet zeggen dat je dat bent, beddenschouwer. Ik zou iets, iets met een betere naam nemen. Waarom? Nou, brancardier, dat slaat niet aan. Liegen slaat ook niet aan, ja. Het is dan maar even, man. Het is even voor een binnenkomertje, zeg. Ik heb al eens even zitten kijken, maar wat vind jij van die twee daar? Ga je nog meer knoopjes los doen of hoe zit dat? Nee, ik trek alleen maar een beetje de aandacht. Ja, ik trek de aandacht van een heel stadion als je zo doorgaat. Mag ik hier even zitten? Nee. Je kunt hier namelijk beter niet alleen zitten. Oh, nee. Ik heet Bea, net als de koningin. Ik ben Karen en dit is Pamela, mijn vriendin. Roken jullie? Nee. Nee, ik ook eigenlijk niet. Maar ik steek er altijd eentje bij me voor als iemand je ten dans vraagt en je wilt niet. Hoewel, je hoort hier eigenlijk niet te weigeren. Geef me er dan toch maar eentje. Voor later. Ik piek het er niet over om te weigeren. Ik ben hier om mensen te ontmoeten. Komen hier veel vrije beroepen? Ja. Die daar in dat donkere pak bijvoorbeeld. Die ziet er leuk uit. Wat doet die? Grafenissen. Gadver. Moet je zien hoe die ons op zit te meten. En die keurige man naast hem. Wie? Dat is de aanzoeker. De aanzoeker. Waarom noemen ze hem zo? Omdat hij je altijd een huwelijk vraagt. Meteen, zomaar meteen? Nee, na de derde dans. Oh. Wie is toch die man aan de bar die ons de hele tijd zit aan te staren? Blijf bij hem uit de buurt. Oh ja? Dat is de octopus. Ik weet het niet, Jacques. Ik weet het niet. Ik ben toch een beetje, ja, die routine ben ik kwijt. Oh, die heb jij zo weer te pakken. Ja, jij hebt makkelijk praten, maar jij doet al jaren niet anders, continu. Mm. Verveelt dat nou nooit? Mm. Nee, eigenlijk niet, nee. Het is toch elke keer weer anders? Die spanning, jongen, daar leef ik op. Ja, nou, Truus en ik hadden anders ook wel spanning, hoor. Een afwisseling. Oh, ja? Ja, jongen, ja. Dat is helemaal niet gezegd dat je dat niet hebt. Huwelijk. Dan gaan we weer. Wim, je ogen worden weer vol. Wim, ik moet. Wim, Wim! Ah, nu de Bride, de Britse formatie Nick Love. Vanavond in Café Cupidal. Ja, dan gaat het nu toch weer eens tijd worden voor het romantische danshalfuurtje hier in Cupidal. Captain Anthony will openen de serie met een fantastische nummer. Do that to me one more time! Goed is die, hè? Nou, geweldig. Ik hoorde dat Veronica hem ook wilde hebben. Ja, die willen wel eens wat. Ja, wel, heren. Als de meisjes niet zaten te wachten en als ik niet getrouwd was, dan hadden we allemaal al lang op de dansvloer gestaan. Het is wel een beetje klein, hè? Ja, leuk, hè? Do that to me one more time. Ja, dan gaan we nu een verzoekje draaien voor de jonge vrouw in de paarse jurk in de bar. En dat is een speciale aanvraag van een hele charmante vent. Net. Hopeless lady fire. Zit ik met een sigaret op? Ik heb alle tijd. Ik dans niet meer zo vaak tegenwoordig. Ach, dat maakt toch niks uit. Dan dans ik toch voor twee. Hè? Jij herkent mij niet meer, geloof ik?
Nee, hoezo? Nee, wij speelden vroeger samen op straat. Oh ja? Ja, zeker. Ik herinner me jou nog heel goed, hoor. Geruite broek, grote zwarte trui en een pony. Ik had vlechten. Nee, maar niet je haar, nee. Je had een pony. Nee, hoor. Ik dacht altijd dat die pony van jou was. Welke pony? Ik ken geen pony. Ik had een hond. Een bruine? Ja. Och, dan was het dat. Ja. Maar je herinnert je mij niet meer? Klein zwervertje, verlegen soort Siske de Rat. Siske de Rat? Verlegen. Nou, dan ben je wel veranderd. Maar ik herinner me jou nog heel goed, Samantha. Pamela. Maar iedereen noemde je Sam? Pam. Weet je het zeker? Natuurlijk, het is mijn naam. Oh, ik vind Sam leuker. Nou, dan laat ik dat toch veranderen voor je. Mijn vrienden noemen me Sjako. Zo, en de anderen? Ja. Ja, je deed altijd al een tikkeltje uit de hoogte. Ja. Ik herinner me nog dat jullie zondags weggingen. Jullie kevertje, jij achterin als de koningin. En ik dacht toen al, als ik het later helemaal gemaakt heb, dan kom ik terug en haal ik die vrouw op. Zo. En nu heb je het helemaal gemaakt? Nou, dat zou je zo wel kunnen zeggen. Ja, ik heb een behoorlijke in export. Wat doe jij zo wel, pap? Ik ben hier met iemand. Ja, kijk, dat zeggen ze nou allemaal. Ze geven het nooit toe. Wat geven ze nooit toe? Dat ze eenzaam zijn. Ik ben niet eenzaam. Zij is eenzaam. Ja. En wat doe jij hier eigenlijk? Ik ben hier met iemand. Zelfmoordneigingen, vrouw, net weg, dat soort werk. Hé, maar waarom introduceren wij mijn vriend niet aan jouw vriendin? Dan maken we van z'n tweetjes en viertjes. Z'n tweetjes? Jij en ik. Nee, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Mijn vriendin is nogal kieskeurig. Ze zoekt eigenlijk meer een academisch gevormd iemand. Oh, maar dan zit die vrouw hartstikke goed. Mijn vriend heeft namelijk een medisch beroep. Een dokter. Ja, een soort. Dus. Ik ja? Kijk even of ik het kan vinden. Ja, nou. Hou er maar over op. Ik kwam hier niet om met een dwerg te dansen, althans niet met deze hak. Ik struikel gewoon elke keer over hem. Nou, toen werd ik overgenomen door een begrafenisman, of hoe heet zoiets. En toen ging het gesprek over de dood. Nou ja, tot zijn gehoorapparaat het begaf. En daarna heb ik met de octopus gedanst. De octopus? Ja, ik wist eerst niet wie het was. Tot hij in mijn nek begon te hijgen en met zijn vingers mijn ruggengraat begon te bespelen. Ik voelde me net een saxofoon. Nou, volgens mij was dat de octopus niet, hoor. Oh, nee? Nee, want ik sprak met hem. Weet je het zeker? Ja, hij zei dat ik samen met hem op de lagere school had gezeten. Hij noemde me Sam. Pam. Sam. Sam is een jongensnaam. Ja, Sam van Samantha. Maar jij heet Pamela. Ja, dat weet ik. Nou ja, die heeft een los contactje. Laten we weggaan, wat een zootje hier. Jij mag toch van geluk spreken. Het enige waar ze hier voor komen is aan je zitten. Ja, je hebt gelijk. Ik was dan ook erg verbaasd, want die zei dat ze vriend dokter was. Wat was die? Dokter. Maar zijn vrouw is bij hem weg en nu heeft hij zelfmoordneigingen. Die andere die wilde met ons een kwartetje maken, zeg. Nou, dan heb ik een smoes verzonnen en ben ik weggegaan. Laten we naar huis gaan, Karin. Nee, Pam. Nee, niet weggaan. Je kunt niet zomaar afnokken als iemand zelfmoordneiging heeft. Dat kan je echt niet doen. Ik zou niet weten waarom niet. Dus dat was een dokter? Ja. Ik denk dat we de zaak ietsjes moeten bijwerken. Ja. Dankjewel. Die komen niet, hoor. Wacht nou maar af. Die komen heus. De vraag is, blijven ze ook? Hoe bedoel je? Denk nou eens even na, Wim. Wat moeten die meiden met zo'n oorwurm als jij? Ja, Jacques. Voor jou is het makkelijk praten, maar mijn vrouw is net bij me weg. Ja. Ga dat maar even uitleggen, ja? Doe nog even uit de doeken hoe ze bij je wegliep, hoe ze de kinderen achterliet, spelend rond de petroleumkachel. Wim, die meiden willen een leuke avond. Ja, en daarom komen ze niet. Hoe ben je daar nou zo zeker van? Body language. Je hebt niet eens met haar gedanst, man. Ik heb wel met haar gesproken. En ik hoef jou toch niet uit te leggen dat mijn stem, de mannelijke stem, in potentie een enorme seksuele uitwerking kan hebben. En die blonde? De jouwe, bedoel je? De mijne, dat lijkt me toch... De jouwe, die zei dat ze hogerop wilde. En toen heb ik gezegd dat jij een dokter was. Nee, dat ligt. Een soort dokter. Ja, maar dat kan je toch niet maken, man? Waarom niet?
Ik heb alleen maar gezegd dat jij een medisch beroep had. En toen, toen dacht zij dat jij een dokter was. Ja, je mag je helemaal niet uitgeven voor dokter. Dat is tegen de wet. Nee, alleen maar als zij jouw patiënt is. Ik neem toch niet aan, Wim, dat je er gaat onderzoeken. Althans, niet zo. Alleen maar om doktertje te spelen. Tjaak. Nee, ik zie er helemaal niet uit als een dokter. Ja, het is jammer dat je dat stijve domineespak niet aan hebt met die drie knopen. Jij kan deze stof niet, Wim. Dat gaat afvangen bij jou. Dat verwelkt. Zweet jij eigenlijk altijd zo? Ik moet hiermee stoppen. Dit wordt niks. Ik moet voortdurend aan Truus denken. Oh, maar die denkt niet aan jou, hoor, Wim. Nee, die heeft wel wat anders aan haar hoofd. En niet alleen aan haar hoofd. Ja. Hou er nou toch over op, Wim. Je verliest al je natuurlijke lichaamszouten met dat zweten. Hé, kijk eens, Wim. Daar komt ze. Hey. Hi. Ik zocht eigenlijk net een plaatsje. Nou, hier. Hier is plaats. Oh. Oh, sorry, mag ik je even voorstellen? Dit is Willem Termeulen. Mijn naam is Sjaak. Karin, aangenaam. Nou, ga even lekker zitten, Karin, aangenaam. Dank je. Ja. Zeg, waar is jouw vriendin gebleven? Oh, die komt er zo aan. Beetje verlegen type. Ah. Zeg, kan ik misschien iets te drinken voor jou? Ja, een... Witte Poort graag. Witte Poort, coming up. Kunnen jullie gezellig even babbelen, hè? Het is voor mij de eerste keer dat ik hier kom. Ja, ja, voor mij ook. Eerste keer, ja. Het is eigenlijk niks voor mij, zo'n tent. Maar ik doe het voor die arme Pam, dan komt ze er eens uit. Ja, ja, dat zei Jacques nou ook. Dan kom jij er eens uit. Willem? Ja? Mag ik jou iets persoonlijks vragen? Ja, hoor. Heb je gehuild? Nee. Geeft niks, hoor. Pam heeft het me verteld. Ik weet er alles van, zelf ook in die situatie. Je moet maar zo denken, de tijd heelt alle wonden. Ja. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Hè, dokter? Wat? Onzeker, Willem. Die lange diensttijden kon je vrouw niet tegen het leven. Nou, nee, Karin. Weet je, je kunt mij ouderwets noemen, maar ik vind dat je als vrouw achter de carrière van je man moet staan. Dat is iets wat mijn ex me in ieder geval nooit heeft kunnen verwijten. Je ex? Wat deed hij dan? Zwaar transport. Altijd onderweg. En dan al die etentjes. Public relations. We waren eigenlijk nooit alleen. Nou, wij wel, hoor. Ja, ja, eigenlijk altijd. Behalve de kinderen dan natuurlijk. Hè. Kinderen? Ja, drie. Nee. Ja. Weet je, die avond dat ik thuis kwam en dat zij was weggegaan, dus... Toen hadden de kinderen geprobeerd om zelf hun eten klaar te maken. Ze hadden gewoon een pan op het vuur gezet en hadden ze chips ingedaan. God, die schat. Ja. Wil je misschien even een fotootje zien? Nee, ja, nee, ik zit me net af te vragen waar blijft Pam. Ik maak me een beetje zorgen over de Wim. Ze komt eigenlijk nooit uit. Soms denk ik dat ze agorafobie heeft. Wat heeft ze? Agorafobie. Ah ja, agorafobie, ja, ja. Nou, dan hoef ik jou als dokter niks te vertellen. Nee, zeg, nee, kom. Agorafobie, nou zeg. Heb ik diverse malen moeten opereren. Opereren? Op agorafobie? Ja? Ja, dat is een nieuwe techniek, hè. Karin, zullen wij misschien even dansen? Oh, ja. Ja, nou moet ik je wel waarschuwen, ik kan niet dansen. Ik dans nooit met Rus. Oh, het komt allemaal weer terug. Ik zag het al aan je ogen. Die worden weer helemaal vochtig. Goed, misschien heb je ook wel gelijk. Ja. Truus was ook niet zo lang. En heel slank en elegant. En... Ja. Sommige mensen vinden dat ik behoorlijk goed dans. En ze had een enorm gevoel voor ritme. Willem? Ja? Mag ik je iets zeggen? Ja, hoor. Als jij Truus wil vergeten, dan is het misschien beter dat je het er niet al over hebt. Ja? Ja. Hé, hey, hallo. Ga even zitten. Waar is mijn vriendin? Die Karin. Oh, die danst even met Willem. Zo. Nou, die laat er ook geen gras over groeien. Nee. Hey, wil jij misschien ook even dansen? Nee. Iets drinken misschien? Nee, dank je. Pak je pinda's? Nee. Of misschien naakt door de gang rennen, roepen dat je verkracht wordt. Jij lult maar door, hè? Nee, hoor. Nee, dat hoeft niet. Maar het onderscheidt ons wel van de beest, toch? Praten. Eigenaardig genoeg is de menselijke stem toch heel vaak een
krachtige, potente. Een potente wat? Ah, niks. Kom maar zitten. Strangers in the night, exchanging glances, lovers at first sight, since our room. Moet dat niet echt zingen? Nee hoor. Nee. Men zegt dat ik een goede stem heb. Oh ja? Ja. Ja. Ik had een eigen rockgroep in de 60e jaren. Misschien herinner je me nog? Doody en de Doodies. En glimlachje. Ik wist helemaal niet dat je dat kon. Ja, nee, we deden kleinere circuit, jeugd, honken, buurthuizen, dat soort werk. Maar ik herinner me jou nog heel goed, hoor. Ja, zwarte trui, zwarte soulpipe, zo'n parelketting, een beetje in elkaar geknoopt. Dat droeg iedereen toen. Ik niet. Maar ineens kwam jij niet meer. Wat is er toen eigenlijk met jou gebeurd? Ik ben bij de politie gegaan. Oh? Politie? Ja. Nou ja, goed, agenten zullen ook wel eens de teugels laten vieren, nietwaar? Ik heb niks te vieren. Ik ben hier op een dienstopdracht. Er zijn namelijk klachten over deze zaak. Wat klachten? Ja, we zijn op zoek naar iemand. Er zijn namelijk mannen die het op vrouwen voorzien hebben in dit soort zaken. Ja. Zeg, jouw vriendin, is die ook bij de politie? Ja, zij is de brigadier. Nou ja, goed, aan haar kun je het wel zien, maar jij? Karate. Derde dan. Wil je me nu even excuseren? Ik moet namelijk echt aan de slag. Wat ben je stil opeens? Wat doe je nou? Ik ga weg. Maar waarom? Jij hebt makkelijk praten, maar ik zit met die octopus. Maar Pam, de dokter en ik leren elkaar net een beetje kennen. Nou, dan geef je me de autosleutels maar. Mami, heb ik jou ooit gevraagd iets voor mij te doen? Regelmatig. Oh. Nou ja, als mijn geluk jou niks zegt, dan gaan we wel weg. Ik ga wel even goeiedag zeggen tegen Willem. Ga je mee, of wat? Nee, ik ga achterom. Ik zie je op de parkeerplaats. Ik zal wel zeggen dat je je niet goed voelt. En dan lieg ik niks. Hey, al een hekel daadje. Ja. Wordt er nog gearresteerd? Binnenkort. Dat is in je handboeien. In mijn tas. Ja, ja. We zijn op zoek naar iemand die de octopus wordt genoemd. Mag hoor? Ja, iemand met dat vlinderdasje daar in die bar, dat weet toch iedereen? Oh? Maar je bent geen agent. Je voeten zijn te klein, je wilde hem alleen lozen, niet? Ja. Nou. Dat had je toch ook gewoon kunnen zeggen? Ik bedoel, ik heb ook mijn trots. En als je het echt weten wil, ik zat goed bij vrijwel alle dames daar in die bar. Maar goed, mijn vrouw hier ziet er vanaf. Moet jij weten, is je goed recht. Sorry, Sjaak. Nou, dat is dan opgelost, ja? Zal ik je even thuis brengen? Helemaal. Heb je nou je zin? Mijn avond is wel verpest. Ja, nou weet ik het wel, Karin. Volgens mij weet je helemaal niks. Weet je wel wat een dokter verdient tegenwoordig? Merk je niks? Nee, het klinkt zo hol hier. Oh nee, hè. De etter. Heeft hij toch het kleed meegejat? En de anti-slipnaag. En ik denk net nog, nou, erger kan deze avond niet. Maar ja hoor, 18 jaar, rottig huwelijk en ik kan op een auto vloer slapen. Nou meneer, wordt bedankt. Eén voordeel, je krijgt zo weinig visite. Wat nou weer? Ik heb ze nog even meegevraagd voor een kopje koffie. Wat is er aan? Die word je niet goed? Ik heb je schoenen vergeten in te pakken. Oh, dat is lekker. Dan moet ik de hele vakantie op dezelfde paard blijven lopen. Nou, je houdt toch zo van uitgelopen schoenen? Ja, maar hier zit een gat in. De mensen zullen wel denken dat we hier naartoe zijn komen lopen. Nou, hou je voeten plat op de grond.